Hallo, ik ben Julie en ik sta hier in Brussel voor het kabinet van Herman Van Rompuy. De Europese president zal zo meteen een persconferentie geven over de Zuiddag. Dat is een dag waar 12.000 jongeren van verschillende scholen een job uitoefenen voor één dag zoals ik. Zo zamelen we elk 40 euro in voor de koffiebonenindustrie van Peru. Ik vind het een heel goed initiatief, omdat het jongeren van hier in contact brengt met de werkelijkheid van kinderen, ook jonge mensen, maar die in totaal andere, meer moeilijke omstandigheden moeten leven en werken. En dus dat contact, denk ik, verrijkend is zowel voor hun als voor de jongeren van hier. Edwin en Over, twee jonge Peruvianen, willen Vlaanderen laten kennismaken met de situatie van de koffieboeren in hun land. Ook Europees president Herman Van Rompuy is geïnteresseerd in hun verhaal. Ik zal kort uitleggen waar het project over gaat. Wat we willen bereiken is een hogere betrokkenheid of een hogere participatie van jongeren in de koffiesector. We zien dat de jongeren in de koffiesector verlaten en dus moet daar rond gewerkt worden. Want koffie is een heel belangrijk product in Peru. Een van de grootste, of eigenlijk het eerste landbouw-exportproduct van Peru. Hij zegt dat hij denkt dat een van de resultaten van het project geweest is tot nu toe, dat jongeren gelijk welke richting ze uitgaan, proberen om de link terug te zoeken met de koffie. Hij zegt, iedereen van 16 jaar heeft 16 jaar tussen de koffie geleefd en dat is het product dat we kennen en waar dat we naar terug moeten keren, gelijk welke richting we gekozen hebben. De hele omgeving zegt eigenlijk altijd, jullie moeten professionals worden en ze zien dat als iets buiten de koffiesector, terwijl er eigenlijk binnen de koffiesector heel veel beroepsmogelijkheden zijn. Zoals zij zeggen, van iets dat ze heel goed kennen, een beroep kunnen maken en een goed loon kunnen hebben binnen de koffiesector, is eigenlijk voor veel jongeren interessanter dan de utopie van ik ga naar de stad en daar wil ik een beter leven vinden. Hebt u onmiddellijk ja gezegd bij het aanbod om een jongere één dag een job aan te bieden? Ja, ik heb onmiddellijk ja gezegd, omdat mensen waren die ik kende die mij gevraagd hebben en omdat ik het project ook heel erg ondersteun. Net zoals Aline, die meereist met Herman Van Rompuy, zijn er vandaag in Vlaanderen nog 12.000 andere jongeren die ook meedoen aan deze Zuiddag. Work for Change.